Bisschop van Den Hende zegende in Keukenhof de bloemen voor de paus. Het is een traditie dat Nederlandse bloemen met Pasen het Sint-Pietersplein in Rome opfleuren. En dat maakt trots. Op de eerste plaats laten ze natuurlijk zien dat mensen in onze streken in staat zijn om zulke prachtige bloemen en planten te kweken. Maar ook dat je op die manier iets wat leeft, wat van God gegeven is, dat je dat als mens in de schepping ook mag laten zien en op anderen mag delen. Toch was er dit jaar bijna geen dank voor die bloemen, omdat er niet genoeg sponsoren waren. Gelukkig wist arrangeur Piet van der Burg het toch te regelen. Ik heb alle mensen bezocht die in het verleden dus de sponsoring ook gedaan hebben. En ik heb daar gesprekken mee gehad. En uiteindelijk vonden ze het toch ook heel belangrijk dat het doorging. En heb ik de neuzen eigenlijk in de goede richting kunnen krijgen. Want geen bloemen voor de paus is geen optie voor de arrangeur. Ik vind dat het eigenlijk dus een gest is die wij geven als Nederland aan de paus, die niet weg mag blijven. Corona heeft het al een paar keer verknoeid voor ons, zeg maar. En nu hebben we weer de kans, dus nu gaan we er weer vol voor. Dus op naar Rome en nu maar hopen op een goede reis. Het is net gezegend door de bisschop, dus in principe moet het goed gaan.